als een trainer die langs de kant het gedrag van voetballers moet beïnvloeden. Voetballen leer je door te doen. Cursus die heeft me heel veel inzichten gegeven in het vak zelf. Ik ben er zeker een betere trainer van geworden. Kijk naar het aantal spelers, aantal clubs wat er mee bezig is. 3500 clubs in Nederland, 1,2 miljoen leden, 400.000 vrijwilligers die eigenlijk wekelijks met die sport bezig zijn. Hè? Volkssport nummer 1. Dus als je dat allemaal meeneemt, dan kan je wel stellen dat eigenlijk voetbal ons leven is, iets is wat in Nederland heel erg leeft. De missie van de KNVB Academie is eigenlijk om ervoor te zorgen dat ieder team, elke speler, een competente, bekwame coach heeft. En dat elke wedstrijd wordt geleid door een competente, bekwame scheidsrechter. De visie van de KNVB Academie eigenlijk op het leren en opleiden is met name het leren zelf te doen. En leren in de praktijk. Je kan wel in een lokaal gaan zitten en dan boeken en dingen uitleggen en speelvormen en trainingsvormen. Maar eigenlijk moet je het gewoon zelf doen. Lees de wedstrijd, kijk wat de tegenstander doet. Kijk ook wat hun in balbezit doen, leer daar ook van. Je moet gaan denken als een trainer waar je langs de kant het gedrag van voetballers moet beïnvloeden. Daar heb je echt een cursus voor nodig. De cursus heeft me heel veel inzichten gegeven in het vak zelf. Het analyseren van het systeem, hoe staan ze tegenover elkaar, wat zijn de bewegingspatronen. Deze opleidingen zijn belangrijk voor je eigen ontwikkeling. Je staat niet in het veld, maar je staat naast het veld. De 4 trapt de bal lang naar de 9. Het jezelf willen verbeteren, het jezelf willen ontwikkelen, dat staat eigenlijk steeds centraal bij onze trainersopleiding. Daarbij maakt het echt niet uit of je het doet vanuit je hobby, als vrijwilliger of als vak. Pak je verantwoording. Bij trainer-coaches zijn eigenlijk 5 niveaus. Pupillentrainer op niveau 1. En zo bouw je dat op naar niveau 5. En niveau 5, zeg maar, de coach betaalt voetbalopleiding. Dat is eigenlijk de hoogste opleiding die je kan hebben binnen trainer-coach. Begin met praktijk. Vervolgens worden vooral cursisten uitgedaagd om hun ervaringen in te brengen. En op basis daarvan komt dan de deskundigheid van de docent die informatie geeft van hoe je het de volgende keer anders wellicht beter kan gaan doen. De docent is eigenlijk de rode draad door de hele cursus heen. Niet alleen de begeleiding naar de cursisten toe, maar ook de invulling van de lessen. Zeker in de feedback, in de ondersteuning, in het veranderen van je gedachtegang is een docent heel erg belangrijk. Nou, met name het reflecteren en evalueren op je eigen handelen. Dat vinden wij een hartstikke belangrijk middel als het gaat om jezelf een aantal vragen stellen waarbij je aangeeft van dit heb ik goed gedaan, dit heb ik minder goed gedaan. Man op man en niet alleen er staan, ook je duel zag gaan. Ik heb 2 opleidingen gehad. 1 is scheidsrechtsopleiding, bosopleiding heb ik gedaan. En 2 TC3 opleidingen bij de KNVB. De dingen die niet goed gaan of die fout gaan, daar hebben ze me op aangestuurd. En je kan daar met vragen komen, want die vragen ja, die krijgen ze natuurlijk wel vaker. En die kunnen ze dan op hun manier beantwoorden. Het is zo dat de docent, met name tijdens de cursusbijeenkomsten, hartstikke belangrijk is in het ontwikkelen van de cursist. En de praktijkbegeleider met name degene is als verlengstuk vanuit de docent zijnde in de praktijk bij hun stageclub of stageteam. Ik ben er zeker een betere trainer van geworden. Door middel van deze cursus, want ik liep tegen dingen aan en die bespreek je wel in je omgeving en die bespreek je wel met medetrainers en met spelers toevallig uit mijn LT ook trainer zijn. Ja, daar leer je ook al van, maar dit is toch inhoudelijk en dit is toch wel op stofniveau, op docentenniveau. Ontwikkeling en het jezelf verbeteren is hartstikke belangrijk. Nou, de KNVB Academie wil daarbij iedereen, ongeacht het niveau waarop hij werkt, helpen om zichzelf te verbeteren. En dat draagt bij aan het plezier van de spelers, maar zeker ook aan het plezier van het uitoefenen van je hobby of je vak.